Goedemorgen, mijn naam is Henk Wapperom. Welkom bij Studio Beton Digitaal namens de Betonvereniging. Dit is alweer het tweede webinar na de zomer en het vierde in totaal. Het thema van vanochtend is circulariteit in de bouw. Circulariteit wordt door sommigen nog wel genoemd het nieuwe modewoord voor duurzaamheid. Maar niets is minder waar. Circulariteit is een levensmotto. Onze gastvrouw vanochtend is Cindy Vissering. Ik zou zeggen, discussieer en chat volop mee. We hebben vandaag Esther van Eyck, Landsvrouwen, over het transitiemodel en ambitie. Frederike Knoppert van Rijkswaterstaat over de rol van de opdrachtgever. En Kees Kwartel van Spanbeton met het concrete voorbeeld van het circulaire viaduct. Mijn naam is Cindy Vissering van het Betonhuis. Ik ben vandaag uw gastvrouw in deze Beton Digitaal over circulariteit in de bouw. Aan tafel. Welkom in deze vierde Beton Digitaal. Vandaag circulariteit als thema. En dan vooral in de richting van hoe ga jij circulariteit of hoe kun jij circulariteit in jouw eigen situatie, onafhankelijk van welke positie binnen het bedrijf jij hebt, hoe kan jij circulariteit in gaan steken? En dat aan de hand van de ervaring van de sprekers hier aan tafel. Jij kunt hierin heel graag actief meedoen door je vragen te stellen onderaan het scherm. Deze vragen gaan direct naar de studio en worden uitgekozen welke hier vragen gesteld worden aan de sprekers aan tafel. Houd deze vragen kort en bondig, dat maakt het makkelijker voor ons om ze te behandelen. Je kan ook meedoen in de chat, die zit rechtsboven. En die chat is gewoon openbaar voor iedereen die deelneemt aan het webinar. Mocht je deze functies niet zien, dan komt het waarschijnlijk omdat je fullscreen naar het webinar kijkt. En wanneer je je scherm wat kleiner maakt, dan komen deze functies beschikbaar. Deze Beton Digitaal wordt ook opgenomen en wanneer wij klaar zijn, komt die op het YouTube-kanaal van de Betonvereniging. En daar kun je ook de vorige afleveringen terugkijken. Sorry. Vandaag dus circulariteit in de bouw. Ik heb aan tafel zitten Esther van Eyck, Landsvrouwen, en Kees Kwartel van Spanbeton. En via de online verbinding hebben we Frederike Knoppert die in gaat bellen. Maar we beginnen in eerste instantie met Esther van Eyck. Esther van Eyck inspireert en activeert organisaties om te komen tot de florerende samenleving. Zij neemt ook initiatieven voor duurzaamheid en circulariteit vanuit haar eigen motivatie. Zij werkt als zelfstandige onder de naam Landsvrouwen en is degene bij uitstek die ons kan vertellen hoe circulariteit ingezet kan worden, hoe jij daarmee kan starten en hoe we daar de toekomst mee beter gaan maken. Dus Esther, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Transitie naar een circulaire economie en een transitie naar circulaire infrastructuur. Dat heeft eigenlijk alles te maken met de toekomst verkennen. We weten helemaal nog niet hoe een circulaire economie eruit ziet. Dus als je het vertaalt voor jezelf, we gaan de toekomst verkennen, wordt het soms een stuk simpeler. Dus ik neem jullie even mee aan de hand van een voorbeeld. En hoe grappig, neem ik jullie eerst even mee terug naar 2016, waar het idee ontstond om een circulair viaduct te gaan bouwen. En met die stip op de horizon, om in 2018 een circulair viaduct gebouwd te hebben, zonder te weten wat het is. Maar oké, die stip op de horizon heb je nodig om stappen te zetten naar een circulaire toekomst, zijn we begonnen. En het is een weg geweest met zoeken. Het is ontdekken. Wat kan er wel? Wat kan er niet? Wie doet er mee? Wat zijn circulaire principes? Welke techniek hebben we nodig? Hoe ziet een circulair viaduct eruit? En dat ging in 2019 en 2020 ging dat door. Want we hebben hem in 2018 hebben we het eerste circulaire viaduct van Nederland gebouwd. We hebben hem getest en we hebben hem ook gedemonteerd. En in 2020, dit jaar, zijn we op zoek naar de tweede locatie. Toekomst verkennen. Ontdekken. Wat is circulariteit?
En dan is het vervolg. Ik wilde jullie eigenlijk eerst een filmpje laten zien, maar ik realiseer me nu dat we ook nog een vervolg hebben. Op basis van dat eerste praktisch gemaakte circulaire infrastructuur, is er nu een vervolg gegeven, is er in 2019 met veel meer marktpartijen dan dat we het circulaire viaduct hebben gebouwd, een open leeromgeving geweest om met veel meer partijen te gaan leren over wat is een circulair viaduct. En dit jaar is er een innovatieoproep uitgegaan van Rijkswaterstaat om echt met een aanbieding te komen voor een volgende stap. Een aanvullende oplossing op het circulair viaduct. Die loopt momenteel. De aanbiedingen zijn vorige week allemaal ingediend. En eind van de maand horen van Rijkswaterstaat welke partijen de volgende oplossingen voor circulaire viaducten gaan bieden. Dan nu een filmpje over het voorbeeld wat ik jullie net noemde. Het is ontstaan in 2016. We zijn een viaduct gaan ontwerpen. We hebben hem gebouwd en gedemonteerd. En nu krijg je een filmpje van 3 minuten. Ja, een mooi voorbeeld van het in praktijk brengen van een circulair viaduct zonder te weten wat het is. En gewoon aan beginnen omdat het nodig is. Een ontdekkingsreis waar je stappen in moet durven nemen. Maar nu jullie dit praktijkvoorbeeld hebben gezien, wil ik jullie een beetje meenemen in de theorie achter transities. Het helpt als je steeds voor jezelf bepaalt, ik ben de toekomst aan het verkennen.
Even een theorietje. We leven nu in een actuele situatie. En het is dan heel lastig om de volgende stap te zetten naar een duurzame toekomst. En in dit geval een circulaire infrastructuur. Omdat je alleen maar een stapje vooruit doet. Wat helpt is als je een stip op de horizon zet en je stapt 10, 20 jaar vooruit. We maken hem nu even makkelijk. We stappen naar 2030. Dan heeft Rijkswaterstaat ambitie om voor de helft al circulair te zijn. Als je dat bewust bent en je gaat vanuit dat standpunt invullen hoe dat er dan uit zou moeten zien, wordt het een stuk makkelijker om stapjes terug te zetten elk jaar. Wat moeten we dan doen nu om tot uitvoering te komen? En zo is het met circulair viaduct ook. In 2016 ontstond het idee, 2030 moeten we circulair zijn. Wat zouden we kunnen doen? En daar hoorde een beetje de ambitie bij om in 2018 dan ook daadwerkelijk een viaduct gebouwd te hebben. Hoe simpel of hoe rijp of hoe groen, maakt er niet uit. Het zou helpen als we een tastbaar product zouden hebben, omdat dat aan gaat zetten tot de volgende stappen. Dus 2018 was onze horizon dichtbij. Omdat je dan kan gaan volgen. Het ontdekken zit op 4 segmenten. We hebben het vaak over circulariteit, hebben we een technische innovatie nodig. We moeten technisch nieuwe dingen gaan doen. Andere technieken hebben we nodig om circulaire viaducten te gaan bouwen. Maar zoals je kan zien in een transitieleer, in het LEF-diagram, heb je 4 segmenten waar je op stuurt. Dus niet alleen op de technologische innovatie, maar zeker ook op de visie. Rechtsbovenin, welke wens heb je? Wat wil je gaan doen? En daar zul je steeds over na moeten denken, want anders kom je nooit tot een technologische innovatie. Dan heb je ook een procesinnovatie, ik neem even de makkelijkste. Dat gaat over de structuur, over de wet- en regelgeving, over de normen. In het ontdekken naar een circulair viaduct liepen we er steeds tegenaan dat de rekenregels niet matchten met het circulair viaduct wat we wilden bouwen. Maar dat is logisch, want de rekenregels zijn van nu en niet van de toekomst. Dus ook daar moeten we met elkaar leren dat je ook op het proces aan het innoveren bent en dat je nieuwe dingen nodig hebt. En dan de moeilijkste die ik steeds elke keer tegenkom in onze sector is die sociale innovatie. Als wij niet willen en als wij als mens niet willen veranderen om dingen anders te zien, om over circulariteit na te denken, om andere stappen te nemen, om anders met elkaar om te gaan, blijven we steeds doen wat we altijd deden en houden we ook steeds wat we hebben. Dus daar zit in onze sector de grootste uitdaging. Ga dingen anders doen. En dan mijn afsluitende tips. Als je het blijft hebben over transitie naar circulair, dan wordt het zo abstract. En als je het voor jezelf gaat vertalen nadat je de toekomst aan het verkennen bent, dan geeft dat voor jezelf al een mooier houvast. Krijg je al een andere houding. Want dan wil je gaan ontdekken, dan wil je je kunnen verwonderen. En als je dan samen met anderen die reis gaat maken, dan dien je wel een beetje respectvol naar elkaars mening te zijn. Je gaat dan niet sturen op risico's, want dat doet de rest van de wereld al. Als je op ontdekkingsreis gaat, ga je kansen opzoeken. En daar ga je mee op pad. Je zal moeten leren omgaan met het niet weten. En gebruik je eigen cirkel van invloed. Dus doe dat wat in jouw eigen vermogen ligt. En realiseer, het is geen vast omlijnd traject. Het is niet, we doen het nog een keer, het bekende nog een keer. Nee, een ontdekkingsreis naar circulaire infrastructuur is het voor de eerste keer doen. Dus dan is het opeens een creatief proces. En het helpt heel erg om steeds stappen te zetten en om moedig door te blijven gaan. Dus doe het samen, ontdek onderweg en ga dan vastleggen wat circulariteit voor jou betekent. Alsjeblieft. Dankjewel Esther, dat was een hartstikke mooi verhaal in hoe wij richting die circulaire toekomst kunnen gaan. De vraag hier is, hoe ging je om met fouten onderweg? Er zijn geen fouten onderweg, want als je de toekomst aan het verkennen bent, weet je niet wat je tegenkomt.
Dus alles wat je tegenkomt is verkennen. Is omgaan met wat mensen weten, wat mensen doen, wat er is. Dus fouten bestaan dan helemaal niet. Maar betekent dat als iets niet helemaal goed gaat, dat is er gewoon niet? Ook dat is er niet. Als er iets niet helemaal goed gaat, je bent aan het ontdekken wat de volgende stappen zijn. Want we weten, het principe dat we zeggen dat dingen niet helemaal goed gaan, komt omdat je dat matcht met hoe we gewend zijn met elkaar om te gaan. Of hoe we gewend zijn dat het volgens de regels hoort. Dan klopt het niet. Maar als je aan het ontdekken bent wat in dit geval circulariteit betekent, kan je dat niet matchen met die regels. Dus er is niks fout. Je bent altijd aan het ontdekken wat er kan zijn. Dus eigenlijk heb je een heel vrij speelveld. Ja. Ja. En zoals ik het zelf altijd zeg, die toekomst creëer je zelf. De beste manier om de toekomst te voorspellen is om hem zelf te creëren. Nou, mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Hoe groot is de menselijke factor in de slaagkans? Ja, als je het aan mij vraagt, zeg ik dat is cruciaal. Want als mensen niet achter je staan, als mensen geen beslissingen durven te nemen, als mensen niet een handtekening durven te zetten, als mensen niet mee gaan doen, als mensen hun kennis niet inzetten, dan is er niks. Zonder de menselijke factor kom je niet tot circulariteit. Oké, mooi. Dankjewel. Jij bent je hebt een rol in de keten, niet zijnde de opdrachtgever. Maar je hebt wel initiatieven genomen en doet dat ook nog steeds, hè, in nieuwe projecten. Maar het is wel makkelijk als je de opdrachtgever mee weet te krijgen. We gaan voor de volgende presentatie naar Friederike Knoppertz van Rijkswaterstaat. Zij is programmamanager klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. En Rijkswaterstaat heeft natuurlijk een aantal klimaatdoelstellingen en richting circulaire economie, wat Esther net ook al noemde. En dat zit hem niet alleen in de uitvraag van de projecten, maar vooral ook in de samenwerking die Rijkswaterstaat daarin opzoekt. En Friederike zal daar iets meer over toelichten. Friederike. Ja, dankjewel Cindy. Ik zet eventjes mijn presentatie op het scherm. Ik zal jullie kort meenemen in een vogelvlucht in wat die ambities zijn van Rijkswaterstaat en hoe wij daar vorm aan geven. Het circulaire viaduct is daar een heel belangrijk project in, omdat het gaat om het doen en het creëren van die nieuwe toekomst. Ik heb een klein beetje moeite met het op het scherm krijgen van de presentatie. Ik krijg een foutmelding. Volgens mij gaat die nu geüpload worden. Ja. Als het goed is, is de presentatie nu in beeld. Wij werken al een tijdje aan de duurzaamheidsambities. Maar eigenlijk is dat voor ons vorig jaar in een versnelling gekomen. En die versnelling die is tot stand gekomen doordat we samen met onze opdrachtgever, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en ProRail een strategie hebben vastgesteld waarin we eigenlijk de route tot 2030 hebben neergelegd. De ambities klimaatneutraliteit en circulariteit in 2030, die bestaan al. Ook politiek gezien sinds 2016, maar eigenlijk was die route van hoe gaan we dat dan bereiken en hoeveel gaat die transitie dan ook kosten in onze projecten. Die was nog niet uitgewerkt. Dat hebben wij vorig jaar gedaan. En dat betekent eigenlijk dat we nu ook meer in een fase van implementatie komen en ook meer gaan investeren in die nieuwe oplossingen. De basis daarvan zijn voor ons 4 transitiepaden. En die transitiepaden, dat zijn eigenlijk de werkterreinen waarin we de meeste klimaatimpact hebben. Dus dat is de wegverharding, kunstwerken, dus alle tunnels, sluizen, bruggen, alle betonnen staal wat wij gebruiken. De kustlijnzorg en het vaargeulonderhoud. En de bouwplaats en de bouwlogistiek en alle machines die daar worden ingezet. De transitie, de verduurzaming naar een duurzame betonsector, die valt voor ons onder transitiepad kunstwerken.
En eigenlijk gaan we in die vier specifieke transitiepaden kijken welke innovaties zijn er nodig en welke ambities kunnen we ook gaandeweg steeds scherper stellen in onze projectuitvragen, zodat we ook die dat wat meer kunnen vertalen in doelen en dat doel in 2030 klimaatneutraal en circulaire infrastructuur ook echt kunnen bereiken. En voor ons een heel belangrijk instrument in het bereiken van onze ambities is het optreden als launching customer. En we weten dat er maar ongeveer 50% van de oplossingen die nu beschikbaar zijn, dragen maar voor 50% bij aan het doel. Dus dat betekent dat we nog heel veel nieuwe methodieken, technieken, maar ook werkwijzen en manieren van samenwerking moeten ontwikkelen de komende jaren. En wat wij als Rijkswaterstaat daarin willen doen als opdrachtgever, is dat we de ruimte willen bieden aan bedrijven en aan marktpartijen om die innovaties te ontwikkelen. En dat we daar ook budget voor over hebben. Maar ook dat we meer willen gaan samenwerken en meer kennis met elkaar willen verbinden. En wat daarin heel erg belangrijk is, is dat niet wij gaan nadenken in onze eigen organisatie van goh, welke innovaties zijn er nodig of dat bedrijven dat voor zichzelf doen, maar dat we daar veel meer de samenwerking in opzoeken, omdat we hebben gemerkt, ook bij het circulair viaduct, dat het juist zo belangrijk en eigenlijk cruciaal is om al die kennis in die verschillende bedrijven in de keten eigenlijk te combineren. Maar naast het investeren in innovatie willen we ook de eerste afnemer zijn van deze innovaties. Dus niet alleen het ontwikkelen ervan, maar ook het afnemen en toepassen vinden we een belangrijke stap om die duurzaamheid dichterbij te krijgen. Het Launching Customer Project Circular Viaduct is voor ons een hele belangrijke eigenlijk stap daarin, een heel mooi voorbeeld. En wat ik daar zelf persoonlijk ook zo mooi aan vind, is dat het echt een voorbeeld is van doen. Dus wat Esther ook al zei, je moet met elkaar die eerste stap durven zetten. Je moet aan de slag gaan, maar het is ook heel erg belangrijk om wel toe te werken naar een concreet product, omdat je daar ook echt van leert. En dan hoeft dat niet het uiteindelijke product te zijn wat we in de toekomst grootschalig gaan uitrollen, maar juist het doen en het daar weer van leren en verder doorontwikkelen, dat is heel erg belangrijk. En waarom dat nog meer voor ons zo belangrijk is, is omdat wij een hele grote opgave hebben. En die opgave zit hem in de vervanging en renovatie van onze infrastructuur. Een heel groot gedeelte van onze infrastructuur is al wat ouder en zal de komende jaren worden vervangen. En als je dan kijkt naar de hoeveelheid bruggen en viaducten in Nederland, is dat gewoon een hele hoop. En daarvoor willen we eigenlijk allemaal circulaire oplossingen ontwikkelen, zodat we niet weer standaard bruggen en viaducten ontwikkelen, maar echt duurzame bruggen en viaducten. Nou, daarnaast hebben we ook onderzocht dat de bruggen en viaducten die gesloten worden, heel vaak al voor het einde van hun technische levensduur worden gesloten. Dat is natuurlijk vanuit het oogpunt van de circulaire economie heel erg zonde. Dus ook daar willen we kijken wat zijn daar eigenlijk nieuwe innovaties voor, zodat we dat kunnen voorkomen. En we hebben ook gezegd binnen Rijkswaterstaat, maar ook breder, we moeten deze opgave echt anders doen en dat moeten we ook samen doen. Dus dat betekent dat we moeten investeren in nieuwe ontwerpen, in hergebruikte of duurzame materialen, in slimme technologie en data, samenwerking tussen partijen, maar ook in duurzame businessmodellen. En het was dan ook echt een feestje voor ons toen dat circulaire viaduct daadwerkelijk ter lag, gebouwd was en ook werd geopend. Dat was op 14 januari 2019 in de week van de circulaire economie. En de staatssecretaris kwam toen langs omdat zij dit ook echt een heel erg mooi voorbeeld vond van de circulaire economie en heeft dit voorbeeld ook vaker nog in het buitenland gepresenteerd. En wat voor ons dan ook heel erg belangrijk was, is dat onze eigen DG Michelle Blom ook de open leeromgeving aankondigde. De open leeromgeving hebben we ingericht om kennis te delen, ook met andere partijen en om eigenlijk de kennis te verzamelen die er in Nederland was op het gebied van circulair bouwen. En zodat we ook weer een volgende stap konden zetten, met meer partijen hierover konden praten, maar ook konden doorontwikkelen. En die open leeromgeving die had eigenlijk 6 themalijnen waar langs we eigenlijk kennis gingen uitwisselen. Dat was ontwerp, materiaal, technologie en data, inkoop en aanbesteden, business en value case en ketensamenwerking.
En deze 6 thema's, dat zijn eigenlijk thema's die je steeds weer tegenkomt als je aan de slag gaat met circulaire economie en circulair bouwen. Dan zijn dit gewoon hele belangrijke aspecten waarin we dingen echt anders moeten doen. Nou, deze themalijnen, daar waren een hoop bedrijven bij aangesloten. En die werden eigenlijk geleid door 2 trekkers van ofwel bedrijf of vanuit de overheid. En uiteindelijk hebben de resultaten van deze themalijnen, die zijn input geweest voor de innovatieve uitvraag waar Esther het net over had. En met die uitvraag stimuleren we eigenlijk de doorontwikkeling van circulaire viaducten. En deze uitvraag hebben we dus echt samen met de deelnemers van de open leeromgeving opgeschreven, omdat zij per themalijn hadden aangegeven wat is er nou ontwikkeld en wat moeten we nog verder in investeren. Die SP-uitvraag die is afgelopen maanden op de markt gekomen. Er zijn nu 32 inschrijvingen voor. En zoals Esther al zei, volgende week over 2 weken horen we welke partijen daarin doorgaan. Dus we zijn erg benieuwd naar de nieuwe oplossingen voor circulaire producten. Dankjewel. Dankjewel, Frederike. Mooie presentatie, helder verhaal. Ik heb een vraag voor jou hier. Hoe gaat Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat er meer ruimte komt in projecten om duurzame oplossingen aan te bieden? Ja, dat is inderdaad een hele belangrijke. Hè? Want als er geen ruimte komt in de uitvragen richting de markt, dan loont het ook niet om te investeren in die nieuwe toekomst. Dus daar zijn we heel hard mee aan het werk. En de minister heeft ook extra budget uitgetrokken voor impulsmaatregelen op duurzaamheid in onze projecten. Dus eigenlijk vanaf volgend jaar zullen we dat ook steeds meer gaan terugzien in onze projecten. En zal duurzaamheid een steeds zwaarder onderdeel zijn van onze aanbestedingen. Ja. En Esther die had benoemd in haar presentatie dat het circulaire viaduct inmiddels uit elkaar gehaald was. En weer ligt te wachten op een nieuwe locatie. Hoe zit het daarmee of wat loopt er tegen? Ja, we zijn druk bezig inderdaad met het zoeken van een nieuwe locatie. Er was al eigenlijk meteen een nieuwe locatie op het oog. Maar door omstandigheden daar in het project is dat uiteindelijk niet gelukt. En is dat project niet doorgegaan. Dat was bij een andere overheid. Dus we zoeken nu weer een nieuwe locatie en er zijn een aantal locaties op de shortlist. Daar zijn we nu druk mee bezig om te kijken wat is eigenlijk de meest geschikte. Nou, dat is mooi. We wachten op de volgende locatie voor het circulaire viaduct en natuurlijk ook op de volgende vormen vanuit de leeromgeving. Dankjewel voor je presentatie. We gaan door naar de volgende presentatie van Kees Kwartel van Spanbeton. Spanbeton is degene die in de groep het initiatief of de handschoen opgepakt heeft om de productontwikkeling voor zijn rekening te nemen. Kees zal een deel van dat proces duidelijker maken en ook aangeven wat zijn nog de uitdagingen die er liggen in het ontwikkelen van een circulair viaduct. En eigenlijk is dit traject als een soort kickstarter van de circulaire economie gebruikt. Dus Kees, we zijn benieuwd. Ja. Ja, waarom zou je als bedrijf anno 2016 instappen in een vaag initiatief om een circulair viaduct te ontwerpen? En ons moederbedrijf die vindt duurzaamheid heel belangrijk, heeft innovatie hoog in het vaandel staan. En dan kun je eigenlijk geen nee zeggen tegen zo'n vraag. En dat is ook de reden dat Spanbeton is ingestapt. En zo zijn we begonnen om eerst maar eens na te gaan denken, ja, met elkaar, met een groep waarin we dat gingen doen. Hoe begin je daar nu eigenlijk aan? En dan heb je behoefte aan voorbeelden. Voorbeelden uit het verleden en voorbeelden uit het heden. Want je verbeelding moet geprikkeld worden. Geprikkeld worden om na te denken over wat betekent eigenlijk circulariteit nou voor een viaduct? Als basisprincipe geldt wel dat als je zo'n viaduct gaat ontwerpen, dat je ervan uitgaat dat dat viaduct ook weer teruggebracht kan worden naar de oorspronkelijke bouwcomponenten. En dat onbeschadigd gebeurt, hè, dat die bouwcomponenten weer gelijk nieuw kunnen worden ingezet voor een heel ander bouwwerk of een ander viaduct. En dat er geen afval bij vrijkomt. En een ander inzicht wat wel erg echt helder is geworden voor ons, is dat je dan ook modulair moet denken. Dat betekent dat je in bouwstenen denkt die herbruikbaar kunnen zijn, maar waarbij je ook een heel ander
viaduct van andere overspanningen en andere afmetingen kunt maken. En zo ontstond in dat ontwerp het circulaire blokje dat we hier zien. Een bouwsteen met een lengte van 2,5 meter, een breedte van 1,25 meter. En door voorspaneenheden in langs- en dwarsrichting samengebracht tot één brugdek. En hiermee zouden overspanningen kunnen worden gemaakt van 15 tot 25 meter. En ja, Rijkswaterstaat werd wel enthousiast van dat ontwerp. Die hadden behoefte aan die circulaire icoonprojecten. En dat zou dus uitstekend kunnen gebruiken voor de aanjagen van de transitie naar de circulaire economie. Zoals we net ook al gehoord hebben. En ja, zo kwam eigenlijk uiteindelijk het besluit. Daar heeft best wel wat moeite in gestoken. Maar om in 2018 te zeggen, we gaan hem bouwen. We willen een prototype. Een prototype van 20 meter lang, 7,5 meter breed, op een bouwterrein. Zodat zwaar bouwverkeer ook dat prototype zou kunnen belasten. En toen moesten we aan de slag. We hadden een half jaar. Een half jaar later zou dat viaduct in gebruik moeten kunnen worden genomen. En dat kun je alleen maar samen doen. Met de partijen die erbij verbonden zijn. Dat was de aannemer van Hattem en Blankenvoort, Rijkswaterstaat, Spanneton. En dat samenwerken, dat is een voorwaarde. En we hebben gemerkt dat je dat open en transparant moet doen. Dat je elkaar regelmatig moet ontmoeten. We hebben ook de circulaire dinsdag zo geïntroduceerd. Dan waren we bij elkaar. En dat je elkaar ook moet aanmoedigen om gebruik te maken van de kennis die we al hebben. Dat we niet allemaal dingen naar de toekomst schuiven. Van nou, dat moeten we misschien nog eens later uitvinden. Nee, circulariteit nu begint met het uitgaan van de kennis die we nu kennen. Ja, en gelukkig hadden we wat tussentijd tussen het ontwerp en de besluitvorming om te gaan bouwen benut met het optimaliseren van het ontwerp. Het circulaire blokje is veranderd naar een blokje met een breedte van 1,5 meter, hol van binnen. En daardoor konden ook circulaire voorspanelementen worden aangebracht die ook terugwinbaar zijn om de blokjes samen te laten werken. De blokjes houden contact door een hele dunne mortelvoeg. Dat was best wel spannend, want dat moest eigenlijk ook nog worden ontwikkeld en worden getest. En de praktijk is dan ook altijd iets minder eenvoudig dan op papier. Dus daar hebben we energie in moeten steken. En dan zie je dus ook dat tijdsdruk daarin je vriend is. Hè, want die helpt je snel besluiten te nemen. Als team, maar je kunt ook daarmee je management tot besluiten brengen. En dat is goed. En het voorkomt ook dat je voortdurend weer denkt, oh, we moeten nog een testje doen, we moeten nog een andere proef doen, anders weten we niet of we wel goed bezig zijn. Nee, je moet door. Maar die tijdsdruk is ook je vijand. Want je hebt maar een half jaar en er gaan natuurlijk dingen mis. Je komt tegenvallers tegen en je zult erachter komen dat het niet gaat zoals je bedacht hebt. En dat zet druk op de planning en dat zet ook druk op het project. En dat maakt het ook dan juist zo belangrijk om open en eerlijk te zijn naar elkaar. Om ook in je team met andere partijen en ook met de Rijkswaterstaat erbij te durven zeggen, het is even niet goed gegaan. En we moeten even praten hoe we het gaan oplossen. Maar laten we er samen aan gaan trekken. En juist dan merk je dat zo'n teambelang en teamgevoel enorm helpt en inspirerend is. Ja, en zo hebben we ook gemerkt dat communicatie heel belangrijk is. Je moet je bedrijf eigenlijk van begin af aan meenemen, van hoog tot laag, in wat je gaat doen en waarom. En dat is nodig omdat ook bij het ontstaan van die tegenvallers je wel eens even snel moet schakelen. En dan heb je elkaar nodig. En als je mensen niet goed op de hoogte hebt gebracht van het bijzondere project, dan krijg je tegenwerking. Dan gaan mensen hakken in het zand zetten. En dat gaat vertragen. En dat is niet goed. Een belangrijke les. Maar goed, het is gelukt om na een half jaar het viaduct te monteren. Dat was in december, zoals we op het filmpje ook hebben kunnen zien. Er was een hoogtepunt. En dat is een heel mooi moment. We hebben ook nog in die tussentijd twee monitoringsystemen in het viaduct
aangebracht. Want meten is weten. En je moet weten hoe zo'n prototype zich gaat gedragen. Dat wilden we ook graag. En daar hebben die monitoringssystemen ons uitstekend bij geholpen. Ja, na 9 maanden hebben we het viaduct weer gedemonteerd. En we waren natuurlijk heel benieuwd hoe die mortelvoegen zich gedragen hadden. En al die bevindingen die we in dat hele proces hebben opgehaald, eigenlijk zeg maar alle leerervaringen, die zijn openbaar, die zijn beschikbaar. Die kun je terugvinden op de website www.circulairviaduct.nl. En daar vind je onder andere ook het verslag van, van de ontdekkingsreis die we met elkaar hebben gedaan. Vastgelegd in dit boekje, de Learning History. En daarin kun je op een hele aantrekkelijke manier lezen hoe de bevindingen en de ervaringen met elkaar als team zijn geweest. Verhaal, Kees. Dankjewel. Ik had de vraag van, jullie hebben met het ontwerp van het circulaire viaduct heel veel rekening gehouden met circulariteit. Maar hoe zit dat in de materiaalkeuze? Ja, dat is inderdaad een aspect wat voortdurend terugkomt. Aanvankelijk hadden we bij het eerste circulaire blokje ook nog gedacht dat we holle ruimtevormers zouden gebruiken, maar ja, traditioneel bijvoorbeeld is dat polystyreen, maar dat wilden we niet. Dus we hebben onderzoek gedaan naar alternatieve materialen, naar biologisch afbreekbare materialen. Er is een vorm van piepschuim wat uit rietsuiker wordt gemaakt. Maar dat heeft heel veel nadelen. En toen hebben we bijvoorbeeld moeten besluiten, om onder andere die reden, om naar een andere techniek te kiezen, te gaan en daarbij het element echt hol te maken. Nou, zo word je voortdurend benadert natuurlijk op vraagstukken, bijvoorbeeld over de voorsponssystemen. Ja, hoe zijn die beschermd? Is dat, hoe duurzaam is dat? Kun je dat terugwinnen? En die vraagstukken kun je niet altijd direct ook goed oplossen. Dus je moet op dat moment keuzes maken die je helpen dan door te gaan. En soms ook gewoon die vragen te noteren voor een volgende fase. Oké. En je stelde in je presentatie dat de huidige technische kennis al kan leiden tot 50% reductie van CO2. En Bas vraagt, heb je al meer voorbeelden? Waarbij de reductie ook zo bereikt wordt, neem ik aan, zal de vraag zijn. Dat neem ik aan. Heel bepalend is natuurlijk, we hebben de blokjes ontwikkeld voor een levensduur van 200 jaar... Waarbij we ervan uitgaan dat uitgaande van de gemiddelde levensduur van een kunstwerk van 40 jaar je 5 levenscycli in die 200 jaar kunt aanbrengen. Ja, dan heb je aanzienlijke CO2-winst, reductiewinst. Andere voorbeelden zijn er denk ik in mijn beleving met betrekking tot circulair viaduct nog niet zo. Wat we gezien hebben is dat kiezen voor een modulair systeem ook nadelen heeft, omdat je eigenlijk ontwikkeld voor, nou in dit geval, een overspanning van 15 tot 25 meter. Ja, je gaat dan eigenlijk materiaal erin stoppen wat geschikt is voor die 25 meter. Dus de aanmoediging is eigenlijk om te zeggen, hey, we moeten naar een optimalisatie van dat systeem, om ook daar nog extra stappen te zetten om die CO2-reductie nog groter te kunnen maken. Dat is misschien een antwoord waarbij er nog heel veel toevoegingen bedenkbaar zijn, maar daar hebben we even geen tijd voor. Nee. Later. Nee, laten we vooral doorgaan naar de stellingen waarin wij de verschillende sprekers vragen om daar een reactie op te geven. Dankjewel voor je presentatie, Kees, en de antwoorden op de vragen. We beginnen met de eerste stelling. En die ga ik even voorlezen. En jullie zien hem ook in beeld. Alleen wanneer ik in een sturende functie zit, kan ik de focus binnen het bedrijf sturen richting de circulaire economie. Mag ik Frederike als eerste vragen om daar iets over te zeggen? Ja, zeker Cindy. Mijn perspectief daarop is dat je eigenlijk vanuit elke functie een bijdrage kunt leveren aan circulariteit. Daar hoef je echt niet voor in een sturende functie te zitten. Het is natuurlijk wel verschillend of jij een directeur bent of een adviseur, wat voor impact je kunt maken. Maar het belangrijkste is gewoon, ga eens met je collega's het gesprek aan. Deel eens met elkaar van, hoe denk jij over die circulaire economie? Wat zouden oplossingen kunnen zijn? En kijk ook eens naar de projecten of het werk waar je mee bezig bent. Wat zijn daar de kansen in? En ik merk gewoon in onze organisatie, maar ook in andere organisaties, dat daar tegenwoordig heel erg veel ruimte voor is. Om dat ook
met je collega's te ontdekken en breng het ook gewoon ter sprake. Oké, okay, mooi, dankjewel. Esther, jij stimuleert heel veel mensen daarin. Wat is jouw... Het is eigenlijk hetzelfde als wat Frederik zegt. Je hoeft niet in een sturende rol te zitten om invloed uit te oefenen. Als jij vindt dat we die circulaire stappen moeten zetten, ga dat gesprek aan of neem actie of doe een voorstel of onderneem gewoon vanuit jouw positie de stappen die jij kan zetten. En daar waar jij invloed hebt. Ja, hebt alle kleine... Kees, nog iets toe te voegen of ben je het ook roerend eens? Nou, ik ben het natuurlijk heel erg eens met Esther en Frederike, maar ik merk wel dat elke organisatie anders is. En dat in een bedrijf waar er gewoon een strak beleid is en een strak doel, het ook wel moet passen bij wat je bedrijfsstrategie is. Dus het is wel, denk ik, ook een weg van de lange adem. En je moet ergens beginnen, maar passie en enthousiasme, ik denk dat het daar altijd mee begint en dat ook de overtuigende factoren zijn. En dan komt die mensfactor weer in waar we een vraag over kregen. Die mensfactor, ja, wat belangrijk zeker is. Ja. Nou, mooi. Nou ja, als jullie het zo roerend eens gaan, dan gaan we door naar de volgende stelling. Sorry, ik zei. Ja, de circulaire economie kost veel inspanning omdat het nieuw is en nog nooit gedaan. Kees. Ja, ik denk dat waar is. Inderdaad, het is nog nooit gedaan en ja, we hebben met elkaar ontdekkingsreizen te gaan. Die zijn enorm spannend, maar je kunt dus van tevoren ook niet goed overzien wat je daarbij allemaal tegenkomt. Wat we wel moeten vaststellen, het is een must. Het is eigenlijk niet een keuze van we doen het wel of we doen het niet. We hebben geen keuze, we moeten die reis aangaan omdat we nou eenmaal die doelstellingen voor 2030 en 2050 hebben staan. Dus ik denk dat het... dat de vraag of het veel inspanning betekent en misschien ook veel geld kost, dat niet de meest relevante vraag is. En dat ook een afleiding is die alleen maar tegenwerking oplevert. En dat we juist eigenlijk eroverheen moeten stappen en moeten zeggen, we gaan het gewoon doen. En laat het maar veel inspanning kosten, dat is ook goed. Want dan komen we ergens. Juist. Ja. Frederik, heb jij daar aanvulling op? Ja, het kost wel inspanning. Ja, ik denk alles kost een inspanning. Wat ik zelf merk, hè, is dat er eigenlijk mensen het ook heel leuk vinden om met het onderwerp aan de slag te gaan. Omdat je weer creatief mag nadenken, omdat je weer echt nieuwe oplossingen mag bedenken. Dus ik merk eigenlijk dat het juist heel erg veel enthousiasme oplevert. Dat mensen er heel blij van worden. En vooral met die inhoudelijke uitdaging aan de slag te gaan. Kijk, alle stond eromheen, hè, van het is nieuw en daardoor is er misschien nog geld voor of te weinig tijd. Dat kost inspanning, maar ik denk dat kost altijd een inspanning. Ik zie ook vooral heel veel enthousiasme en heel veel innerlijke passie en drive ook van mensen om aan zo'n duurzame toekomst te werken. Maar ben jij het dan eens met jij zegt in feite alles kost een inspanning, hè? Ben je het dan eens met de stelling dat de circulaire economie meer inspanning kost dan anders? Nee, daar ben ik niet mee eens. Kijk, er is een hele toekomst nog te ontginnen. Hè? En we moeten enorm ons best doen om snel genoeg de nieuwe oplossingen te bedenken. Maar inspanning? Nee, ik vind dat niet een slopende, een energievragende inspanning, zeg maar. Om het zo te zeggen. Oké. Esther, nog iets toe te voegen? Het is de definitie van inspanning. Ik zie hem ook niet als inspanning. Maar als je niet uit je luie stoel wil komen, is het een inspanning. Maar als je graag actief bezig bent en aan het ontdekken bent, dan is dat de lol en is het totaal geen inspanning. Dus het is het perspectief. Dus de rol ligt ook bij een bepaald type gedrag wat je hebt? Dat denk ik. We zouden niet met z'n allen nu bovenop die circulaire economie moeten springen om voorloper te zijn. Want dat kan niet, want dan vergeten we te doen wat we nu nog een beetje moeten... reguleren en hoe de economie draait. Dus je hebt een aantal mensen nodig die gewoon blind gaan. Dan een aantal mensen die volgen. En dan langzaamaan gaan we met de hele samenleving die kant op. En dan voor hen is het geen inspanning meer. Oké. Nou, dat vind ik wel mooi. Dat is een mooie. Wat is inspanning? Ja. Ik krijg een technische vraag tussendoor. Die is voor Kees. Wat is de staat van de modules na demontage? Is er onderhoud nodig? En hoe vaak kan je hergebruiken? Ja,
Nou, de ervaringen die we bij de eerste demontage gezien hebben, is dat er hier en daar op de kopvlakken wel lichte beschadigingen zitten. Bijvoorbeeld de manier waarop de elementen samenwerken, dat gaat door middel van de zogenaamde shirkies. Dat zijn die uitsteeksels en die inkepingjes in die kopvlakken. Ja, die, puzzelstuk. Ja, een vorm van puzzelstukverbinding. Die zijn bij enkele elementen wat kwetsbaar gebleken. Dus daar hebben we inderdaad wat reparaties te doen. Wat we ook gezien hebben is dat die mortelvoeg die tussen de elementen zitten, dat het aanbrengen ervan nog wel wat verbetering behoeft. Eigenlijk wilden we die mortelvoeg helemaal niet. Eigenlijk willen we er een materiaal tussen wat je kant-en-klaar zo op het kopvlak aanbrengt en wat ook weer terugwinbaar is. Want eigenlijk is die mortel die we nu aanbrengen afval. Dat is tegenstrijdig met het basisprincipe, geen afval. Hoewel het procentueel bijna niks is, is het afval. We hebben daar ook wat reparatieacties te doen. En ik denk ook dat je tussen elke levenscyclus van zo'n circulair viaduct altijd wel met een onderhoud- en inspectiefase rekening moet houden. Maar dat doet niet af aan het hergebruik van het element. Natuurlijk is een element wat gebruikt is niet meer nieuw en perfect. Nee. Oké. Okay. Een andere vraag, en ik leg hem even niet technisch uit, maar procesmatig, dus een vraag voor Frederike. Hoe kun je hergebruik over 20 of 40 jaar borgen? Het lijkt bijna onmogelijk, volgens Vincent. Ja, nou, ik snap heel goed wat Vincent zegt. Dat is voor ons ook nog een hele grote uitdaging. Het heeft ook heel erg te maken met ons asset management proces. Ik merk nu ook in onze organisatie, wij zijn helemaal niet gewend om zo te denken. En dat zie je ook terug in de maatschappij. We zijn voornamelijk nu gericht op nieuw kopen en nieuw is altijd beter. Dus we zullen daar hele nieuwe processen voor moeten ontwikkelen. Van hoe gaan we nou zo'n project ook volgen in de tijd? Hoe zorgen we nou dat we informatie goed vasthouden? Hè? Nou, het materialenpaspoort wordt bijvoorbeeld vaak genoemd als een middel daarin, gekoppeld aan een asset management systeem. Wij zijn nu ook aan het kijken met andere beheerders, hè, andere overheden, van hoe kunnen we grote stalen bruggen meer uitwisselen. Dat vraagt nog een hele hoop nieuwe processen, nieuwe werkwijzen. Dus dat, ik ben het wel eens met Vincent dat het bijna onmogelijk lijkt. Toch is dat waar we heen gaan. En niet alleen in de infrastructuur of in de bouw, maar ook in andere industrie, hè? Bij maakindustrie of consumentengoederen. Dus dat is een van de grote uitdagingen. Oké, dankjewel. Esther, heb jij daar iets? Ja, het is een kwestie van moeten. Als er straks geen grondstoffen meer in de aardbodem zitten en we het moeten doen met de grondstoffen die we bovengronds hebben, dan zullen we echt moeten realiseren dat wat we maken, we ook gaan hergebruiken. Dus we zullen er wel over moeten nadenken, want het komt een keer op ons pad dat er niet meer is dan dat wat we nu bovengronds hebben. En dan is het slimmer om er nu al over na te denken hoe je het gaat hergebruiken en jezelf dwingen dat dingen over 30 jaar gewoon echt hergebruikt moeten worden, omdat er niks anders is. Dan gaat die mindset wel anders werken, dat het niet een kwestie is van ja, ik geloof het eigenlijk niet. Nee, we moeten wel. Er is niet meer. Nee, dat is inderdaad. Dus het helpt echt als je realiseert dat als je in de toekomst gaat staan. Dus als je steeds vanuit het nu, in dit geval 2020, blijft staan, dan geloof je het niet. Maar als je gaat staan in 2030 of 2040 en je kijkt dan terug, dan zie je gewoon dat het moet. Ja, dus het wordt de dagelijkse praktijk. Ja, voor mij klinkt dat heel simpel, maar ik realiseer me als ik dat zeg dat mensen me aanzetten kijken. Hoezo? Ja. En dan ben je in 2040 of 2050 blij dat er mensen waren die nu in 2020 al nagedacht hebben over het hergebruik. Nou, ook omdat ik zeg dat we die toekomst zelf creëren. Die toekomst overkomt ons ten dele, maar wij mensen maken zelf voor een groot deel ook die toekomst. Ja, nee, dat is waar. Ik wilde nog even naar de volgende stelling. We gaan naar stelling 4. Stelling 3 komen we zo ter afsluiting op. We hebben hem in het beeld. Het initiatief ligt altijd bij de opdrachtgever. Nou, Frederike namens de opdrachtgever. Ligt het initiatief altijd bij de opdrachtgever? Ja, dat is een veelgehoorde stelling. Hè? En natuurlijk heeft de opdrachtgever een hele belangrijke rol, want als de opdrachtgever uiteindelijk niet voor wil betalen of er niks in ziet, dan
gaat het toch lastig worden om een nieuw product of nieuwe innovatie te realiseren. Maar ik vind eigenlijk het circulair viaduct echt een prachtig voorbeeld van dat het initiatief helemaal niet bij de opdrachtgever hoeft te liggen. Esther is zelf met dit initiatief gekomen. Men heeft ook een heleboel partijen verzameld. En Rijkswaterstaat heeft zich daarbij aangesloten. En eigenlijk paste dat heel erg in de filosofie die wij hadden. De circulaire economie in de bouw, in de infrastructuur, die ontwikkelen wij niet zelf. Dat moeten we echt met elkaar doen. Elke ketenpartner heeft daar een verantwoordelijkheid in. En wij staan ook heel erg open voor die initiatieven. Dus we zijn daar heel erg blij mee. Dus wat ons betreft komt dat initiatief echt niet van ons. Sterker nog, wij zijn vaker nog de remmende factor soms dan de initiator. Dus ik zou zeggen, kom vooral met die initiatieven. Zeker. Niet? Kees? Het verhaal van Frederik is heel erg overtuigend, denk ik. Die geeft heel goed weer hoe de opdrachtgever erin staat. Wat ik wel merk is dat bedrijven in het algemeen nog niet zo zitten te springen om hier ook initiatieven in te nemen. En dat komt denk ik ook omdat het een heel onzeker avontuur is wat je aangaat. En in deze tijd is ook niet de makkelijkste tijd om als bedrijf hier weer energie en geld in te stoppen. Dus daarin zit ook een spanningsveld, denk ik. En daar juist, ja, daar zijn dus juist mensen nodig. En zoals we net al zeiden, het hoeft niet alleen maar de sturende mensen te zijn, die ergens met passie en overtuiging een initiatief pakken. En dat kunnen de jonge mensen zijn, de jonge, nieuwe mensen die de toekomst ook echt zelf gaan creëren. Hè, omdat zij, anders dan ik op mijn leeftijd, nog heel veel kunnen beïnvloeden. En ja, die mensen met name zou ik willen stimuleren. Sta op in je bedrijf en ga iets doen. Ga naar je management en pak de draad. Maar hoe heb jij dat aangepakt in jouw bedrijf? Want het was niet de directie die meteen insprong in het initiatief van het circulaire viaduct. Maar dat ging via jou. Nou, ik moet zeggen dat de directie daar ook wel een rol in gespeeld heeft. En dat komt ook eigenlijk omdat er een initiatief lag bij Esther en dat is denk ik een bepaald traject gaan afleggen waarbij een collega van ons zusterbedrijf VBI als eerste daar, die was actief in zeg maar de circulaire economie en duurzaamheid en die heeft dat opgepakt en die heeft ons getipt en gezegd dat is volgens mij Spandron, het gaat over een viaduct, daar moeten jullie instappen. En ja, daar ben ik wel snel ingestapt, maar met medeweten van de directie. Nou, je had niet zo heel veel overtuigingswerk te doen in dit geval. In eerste instantie niet. Later heb ik wel gemerkt dat toen het eenmaal moest worden doorgepakt, want het ontwerpen zelf kan met een klein team, maar het gaan maken heeft een heel andere impact op je organisatie. En toen werd het wel lastig. Ja. Lastiger althans. Ja, want je moet productieruimte vrij gaan maken voor zo'n initiatief. En daar heb ik gemerkt dat, dat is ook gewoon voor mij de les geweest, dat je moet beginnen om gewoon heel goed te communiceren. En we zijn wel eens een beetje als een apart team met een aantal mensen bezig geweest. En we werden dan ook wel eens gezien als, oh, heb je hen weer met hun circulaire viaduct. Nou ja, laat maar. Ja, oké, dankjewel. Dan wil ik doorgaan naar stelling 3. Het circulaire viaduct vraagt om meer, het vraagt om een opvolging. Esther. Ja, mee eens, want daar was hij voor bedoeld. Het was bedoeld om een eerste stap te zetten en zichtbaar te maken hoe het eruit zou kunnen zien. Hoe klein die stap ook is. Dus ja, het kan beter. Het kan meer circulair en het kan anders en het kan... kom maar op. Dit is een eerste oefening in wat circulariteit in onze sector is nu. Dus hij is zeker bedoeld om uit te dagen om met betere oplossingen te komen. Ja, en zie je het als een soort van product doorontwikkeling van het viaduct wat hier ligt? Of eigenlijk schuif het aan de kant en begin weer helemaal opnieuw te denken van wat is of wat kan een circulair viaduct zijn? Het kan alles. Je kan doorontwikkelen met wat er nu ligt. En weer, dat is ook de reden waarom we alles open gedeeld hebben. Alle kennis, alle technieken, alle tekeningen, alle openstaande vragen en alle keuzes die we gemaakt hebben. Dus ga daar vooral in kijken en kijk of je het door kan ontwikkelen.
Maar schiet ook af waar je het gewoon totaal niet mee eens bent en dat het eigenlijk anders zou moeten zijn. Of dat er, maar ja, er moeten zeker nieuwe technieken ontwikkeld worden die we eigenlijk ook in ons blokje wilden hebben. Maar ja, dat komt gewoon niet in 2017, maar we zijn nu 3 jaar verder. Dus ja, ontwikkel door, er moeten nieuwe technieken komen, maar ga ook andere wegen op, juist omdat we circulaire principes benoemd hebben, maar die niet in het blokje zitten, want we hadden een ontwerp voor een heel circulair viaduct. Dus ook dat kan je terugvinden in dat materiaal, maar we hebben alleen maar het dek gemaakt. Ja, je bedoelt de brughoofden niet en... Ja, we hadden voor de landhoofden en de pijlers, we hadden daar best allemaal al wel oplossingen voor. En dat is dan allemaal wel schetsmatig. Maar ik hoop dat het anderen inspireert en helpt om daarop door te denken. Ja. Dus ja, hij vraagt zeker om meer. Ja, 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 precies. En Frederike, jullie hebben natuurlijk een nieuwe uitvraag gedaan. Zijn er nog andere initiatieven om het stimuleren, ja, de leeromgeving? Hebben jullie nog andere initiatieven in de planning staan of in gedachten om het circulaire viaduct verder te brengen? Ja, voor ons is wel het belangrijkste die uitvraag, hè, want daarin stellen we 5 miljoen beschikbaar om weer door te ontwikkelen. En willen we 3 nieuwe prototypes over een half jaar gaan ontwikkelen. En er hebben zich ook al een aantal projecten gemeld die ook daadwerkelijk die prototypes willen afnemen. Validatie zal dan ook een belangrijk aspect zijn. Dus als het gaat om de doorontwikkeling van circulaire viaducten, dan zien we dat echt in deze uitvraag. Maar daarnaast investeren we ook elk jaar hoop in de doorontwikkeling van nieuwe betonmengsels, duurzame betonmengsels, asfaltmengsels. Dus we doen naast deze ESBER-uitvraag nog een hele hoop andere dingen, zowel op innovatieontwikkeling als op kennisontwikkeling, als ook ja, het stimuleren van het vergoeden van meerkosten in projecten gaan we nu ook doen. Dus we hebben een palet aan investeringsmaatregelen. Maar voor circulaire viaducten is dit wel de grootste eigenlijk. Oké. Okay. Kees, in de productontwikkeling nog iets toe te voegen? Richting voor het circulaire viaduct? Nou ja, ik haak even aan op de vraag die ik geloof Vincent eerder stelde of de opmerking maakte. Dat hij zei, ja, ik kon bijna niet geloven dat we zo'n viaduct gaan hergebruiken. Dat komt natuurlijk allemaal omdat we allemaal kijken naar die blokjes. Wat een eerste prototype was en waarvan je dan al zegt, oh, dat ziet er na 40 jaar toch niet meer uit. En dat is ook precies de les. Want het blokje is natuurlijk maar stapje 1, we moeten daarin door. En het zal denk ik niet alleen maar gaan om het ontdekken van hapklare brokken die we op de een of andere manier modulair tot een brugdek kunnen samenstellen. Maar we zullen ook moeten afdalen misschien naar het materiaal en hoe we van oud beton toch ook weer gewoon goed beton kunnen maken. Materiaalrichting, dus naar een lager niveau misschien qua materiaal inzet, maar wat wel circulariteit stimuleert. En ik weet dat daar ook aan gewerkt wordt. Maar voor mij moeten we ook daarnaar kijken. En ja, daarnaast moet de creativiteit geprikkeld worden om even helemaal out of the box te gaan denken. En daar begint het altijd mee. En ik denk dat dat ook, ja, de boodschap denk ik is die we moeten geven vandaag. Durven out of the box te gaan denken en doe iets. Nou, dat is een mooie afsluiting, Kees. Of een intro naar de afsluiting. We wilden vandaag jullie meenemen in het voorbeeld van het circulaire viaduct. Vooral ook om te laten zien dat het initiatief niet altijd bij directie of bij de opdrachtgever ligt. Maar ook gewoon op jouw plek, waar je dan ook zit binnen het bedrijf, zijn er stappen die je kunt maken. En er gebeurt natuurlijk ook al heel veel. Hè? Het restmateriaal in het productieproces dat weer teruggenomen wordt in het primaire proces. Het reduceren van materiaalgebruik en natuurlijk grotere principes als adaptief of demontabel bouwen. En hoe je daarin kan detailleren. Dus op welke plek je ook zit, er zijn altijd aspecten waar je gewoon mee kan starten binnen je eigen invloedssfeer. De vraag die we vanuit de betonvereniging hebben is van wat zou nou jouw eerste stap zijn? Of waar loop je eventueel tegenaan? Dat kan je in de tekstbox, dus onder de video, kan je dat aangeven. De betonvereniging zal die verzamelen en zal daar feedback op geven. Dan hebben we vanuit het betonakkoord, is er door het team circulair ontwerpen,
is er een model ontwikkeld. Dat model zie je nu in beeld. Dat kan je vinden op betonakkoord.nl bij de resultaten. En dit kan je helpen om jouw positie in de keten, jouw rol, maar ook richting hoe ga je richting de andere ketenpartners acteren. Zou daar een ondersteuning in kunnen zijn? Nou, dan hebben jullie in het begin de mogelijkheid gehad om de betongame te spelen via de QR-code. Straks komt die weer in beeld. Hier is die. Die blijft ook straks nog even staan. Dit is de eerste module inzicht. Je kan op betongame.nl kan je ook de andere modules spelen als je dat wil. Heel veel over duurzaam beton, hoe je staat in de circulariteit. Nou, kijk wat je zelf al weet of welke nieuwe inzichten je krijgt. En nou ja, hoe hoog ga jij scoren? Dan rest mij hier om de mensen in studio en Frederike online te bedanken. Dus dankjewel Esther voor je komst. Dankjewel Kees. Dankjewel Frederike dat je online ingebeld hebt. En wens ik jullie nog een fijne dag en een fijn weekend natuurlijk. En graag tot de volgende keer in Beton Digitaal.